Jongens, we zitten midden in een oorlog. Het begon als een grap. Of wij met niets doen één nominatie konden krijgen voor een award. En door het niks doen is ons Banjo-legioen erg klein geworden. We hebben niemand meer over en mensen denken dat wij hebben verloren per definitie en misschien is dat ook zo. Maar de laatste soldaatjes die we hebben van een Banjo-legioen, die zullen strijden tot aan godsverdomme de dood. Wij gaan ons niet gewonnen geven. Wij gaan die klote commerciële award pakken. En we strijden voor beste serie tegen de massa van Stuk TV. De Stuk TV, dat is waanzin. 2 miljoen abonnees, dat gaat toch niet? Want dat is het kant van Vincent! Net als Bon Koller hebben we nog niks gehoord uit het kamp van Stuk TV. Wat hun gaan doen in deze oorlog. Maar het is de slinkse raga waarvoor je echt moet oppassen. De slinkse raga krijgt backup van... Jeremy. Jachtseizoen. LinkedIn in. Don. Fortnite jachtseizoen. Kom op jongens. Ronald. Link. Fortnite jachtseizoen. En daarnaast krijgt hij steun van eindeloos veel mannen. Fortnite jachtseizoen. Slinkse reiger. Die zit ons gewoon uit te dagen. Daar is hij dan. Hij probeert ook die prijs naar binnen te werken. Maar dat gaat niet gebeuren. Wij hebben nog nooit wat gewonnen. Sinds de dag van Masters of Minecraft bij Legends of Gaming heb ik nooit meer wat verloren. En hij wil niet van ophouden. Let's of Gaming Season 3, die heb ik ook gewonnen. Hij gaat met zijn leger de aanval openen op Stuk TV. En precies hier middenin liggen wij. Het is een nucleaire oorlog. De enige manier voor Banjo Movies om te overleven is door te winnen. Maar we hebben te weinig manschap in ons legioen, dat zie je. En we vechten ook nog eens meerdere strijden tegelijkertijd, met die comedy award. De Titanenstrijd met Dylan Hagens en Calvin. En heb ik ook nog tekst in deze video? Nee. Wacht. Ook nog tegen de miljoenen abonnees van Calvin en Stuk TV en Dylan Hagens? Jongens, de strijd is verloren. We moeten ons terugtrekken, dit wordt een bloedbad. Nee jongens, er is nog steeds een beetje hoop. Een klein sprankeltje hoop. Wij hebben een wapen wat zij niet hebben. En dat is een Banjo-legio. Ik bedoel, kranten. Ze schreven erover. De Telegraaf noemde onze legendes. Internetlegende. Scholen en werkingen onder met stickers en posters. De NS is ingestapt op de hype train en Arjen Lubach vindt het zelfs leuk. Dus hoop! We moeten flyeren en stickers plakken. Soldaten kunnen gratis munitie downloaden op Make Banjo Great Again. Oh! Kan je daar ook de verse 50 song downloaden? Als jij dat wil. Wow! Te gek! Ik ga hem downloaden. Doordat het Banjo Legioen overal hashtag Make Banjo Great Again wist te plaatsen onder elke Instagram post, YouTube video of tweet kwamen we heel ver. Echte soldaten die gaan flyeren, stickeren, Reddit memes maken, forums onder spammen en zetten het godverdomme in een bio. Anderen zullen meevechten met het maken van een video. Van mij pakt nog een diss track. Alleen met maximale inzet kunnen wij de legers van de slinkse rage Calvin de Lanagers en die Stuk TV verslaan. We moeten alles geven. Dit is verdomme onze revolutie. En als we samenwerken, kunnen wij dit YouTube-kartel stoppen. En als we hard genoeg hersenloos rammen, op elke prijs die wij tegenkomen met een Banjo-legioen, kunnen wij het koninkrijk verpulveren en opnieuw opbouwen. Met mij als president! Ik vertrouw het niet helemaal hoor. Oh? Waarom niet dan? Wat wil je überhaupt gaan doen dan als je internetpresident bent? Ik ga de oppositie verbannen. Mensen die kritiek uiten opsluiten. En Fortnite-dansjes verbannen. Dat klinkt mij dan als een dictator, man. Vind je? Ja! Bardo, je draait helemaal door met deze award! Jongens, help! Vind je dat nog steeds? Met je tafels bril? Nee, Fortnite-dansjes zijn heel kut. Jeetje, dit was echt heftig. Tja, Vincent, het is dit of fake pranks, diss tracks, vlogs, ASMR-video's. Oké, wat moet er gebeuren? Nee!